Ruiter Jan Tops keerde met zijn Mary Doreen La Silla op 5 oktober terug uit Seoul, waar hij 7e werd in het individueel klassement. Het is voor het eerst in 50 jaar dat de Nederlandse ruiter zo hoog komt op de Olympische Spelen. Jan heeft vooral genoten van het springen in het grote stadion. Op zijn welkomstfeestje kwamen vrienden en belangstellenden hun blijdschap uiten over het succes. Tops kreeg uit handen van loco-burgemeester-wethouder Geldens het symbool van Valkenswaard, de valk in brons, uitgereikt.